hier bij de Baldomero, onze TOBRFV-resistente oranje zoemtomaat. Het is 10 september, over een paar dagen gaat de kop eruit. We zijn aan het eind van de teeltcyclus eigenlijk. Dus we zien door de zomer heen goede zetting, mooie grove vruchten, goede kwaliteit. Baldomero, bovenin de plant, kop gaat er over een paar dagen uit. Maar zoals je ziet is de plant nog mooi groeikrachtig genoeg, generatief genoeg, zeker generatief genoeg. Mooie splijtrossen, hele vlotte afbloei, zoals je ook kan zien hier zo. De hommels hebben de bloemen al bevlogen. Voldoende groeikracht, dus Baldomero is zeker een goede keus als je een TOBRFV-resistente oranje snoeptomaat zoekt. Jullie hebben net een video gezien van een van onze TOBRFV-resistente rassen. Let uiteraard wel op alle hygiënische voorzorgsmaatregelen als jullie de nieuwe teelt opstarten.